dames en heren, welkom bij de persconferentie na afloop van de wedstrijd Graafschap Roda JC Kerkrade. Er waren 11.627 toeschouwers, 46e minuut 0-1 Malky, 65e minuut 0-2 Adil Ramzi, 82e minuut 1-2 Joeri Rozen. Ik geef graag het woord aan de trainer van Roda JC Kerkrade, Aram van Veldhoven. Dankjewel. Maar goed, eerste 10 minuutjes hadden we best wel problemen. We kregen wat druk. We waren wat slordig in onze omschakeling. Een paar keer dom balverlies geleden. Waardoor zij toch een x aantal momenten hadden. Skrikovic krijgt daar toch een mooie kans om te schieten. Maar na 10 minuutjes veranderen meer en meer het spel. We begonnen meer ons voetbal te spelen. Zij kregen niet meer zo gemakkelijk de kans om de opbouw te verzorgen. En zij gingen daar slordig mee om en wij kwamen beter in het spel en de omschakelingen werden gevaarlijker en gevaarlijker. En goed, er waren een paar mooie kansen bij. Een goede trap van Jonker die via de handen van De Winter tegen de paal eruit ging. Ook een paar kopkansen waar we denk ik toch meer mogelijkheden kregen dan de tegenstander. Ik heb vooral in de rust gezegd dat wij dat moesten vasthouden, maar zeker in het aanvallend gedeelte veel efficiënter moesten zijn. Veel meer de drang moesten hebben en veel beter moesten bewegen ten opzichte van elkaar. Maar goed, dan ga je naar buiten toe en in diezelfde minuten scoor je meteen de 0-1. En dat is altijd een domper voor een tegenstander. Dat doet dat toch altijd pijn. Je krijgt altijd wat bijsturing en meteen krijg je een tik op je neus. Dat zag je ook aan de tegenstander. Wij werden eigenlijk op dat vlak alleen maar sterker. De balcirculatie ging zeer goed. Goed, je maakte 0-2. En eigenlijk heb je alles onder controle. Je bent eigenlijk klaar voor de 0-3. En toen kwamen er bij de tegenstander wat wissels. En wij kregen eigenlijk ook wat meer problemen. Zeker met de hoge ballen. Nou goed, dan krijg je in de 82e minuut toch de 1-2. En dan is het alles of niks, zoals het publiek dan ook roept. En op dat moment was het ook bijna alles of niks. We hadden gewoon problemen. Reden ook om Broekhoff voorbij te brengen. We kregen daarin, naar mijn gevoel, toch wel iets wat grip. Alleen vond ik dat wij angstig waren. Toch bang om dat doelpunt te krijgen. En dan mag je natuurlijk blij zijn dat in de laatste minuut van of de laatste seconde van de verlenging de keeper natuurlijk een geweldige save doet op de trap van Poupon. Want anders dan zou je al bij al, als je over heel de wedstrijd kijkt, wel de betere ploeg was. Maar dan zou je hier met een gelijkspel toch weer naar huis zijn gegaan. En dat zou jammer geweest zijn. Dus op basis van dat ben ik natuurlijk zeer tevreden dat Kisek daar toch een geweldige save boven hield om ons de derde overwinning op rij te schenken. Dank u wel. Het woord is aan de trainer van de Graafschap, Andries Ulderink. Ja, ik vond dat we goed uit de startblokken kwamen. De eerste pak een beetje 12, 15 minuten vond ik ons heel aardig spelen. De kans Schekovic, een paar keer in de 1-1, dat Nenad ook tot een paar aardige voorzetten kwam. We hadden wat druk. De tweede bal was voor ons. We konden wat andere dreigende momenten nog afdwingen. En dan zie je heel snel in die eerste helft zie je dat we geen initiatief meer nemen. We laten ons verdedigend een paar keer verrassen. Snel genomen vrije trap waar Ted zijn man in één keer uit de rug kwijt is. Roda krijgt wat meer grip op de wedstrijd. Nou goed, zoals de collega al even zei, dan heb je het in de rust over initiatief nemen. Weer het voetbal proberen te spelen wat je het eerste kwartier doet. Want dat heeft in mijn zin vooral mee te maken. Die bal willen hebben. Zorgvuldig zijn in je passing. Want ik vond dat we na dat eerste kwartier enorm slordig werden in de passing. Roda steeds meer de gelegenheid kregen om in de omschakeling wat te doen. Ja goed, dan zit je nog niet op de bank of je staat naar rust met 1-0 achter. Ja goed, en dan zijn we elke half uur hebben we niet meer meegedaan. Roda beslist daarin ook de wedstrijd met een tweede doelpunt. Ja goed, en dan eigenlijk na die 2-0 heb je het idee dat het, zoals het elftal op het veld liep, ja, dat je dat niet meer gaat ombuigen. Vervolgens met een Pearl en met een Soufiane en later met de Lyon, ja, krijg je toch de nodige kansen, de nodige druk. Weer dat we Nenad veel in het spel konden betrekken. Een aantal keren met doorkoppen Joeri Rozen dat we dreigend werden. Nou, scoor je uiteindelijk de 2-1. Ja goed, en daarna, volgens mij vrij snel daarna, nog een kopbal Joeri voor de 2-2 en op het laatste kans van Rydel.
twee keer een kwartier meedoen in de wedstrijd en wat afdwingen is veel te weinig. Als je hier thuis dat wil doen en je wilt resultaat halen, zullen we het absoluut meer moeten doen. En daar zullen we gauw stap in moeten maken, want doelpunten weggeven zoals we dat bij de eerste deden, ja, jongens, dat mag echt niet meer gebeuren. En als we het niet voor elkaar krijgen om initiatief te nemen om te voetballen en durven te voetballen, die bal willen hebben, ook al gaat het dus even één of twee keer mis, dan wordt het lastig om voetbal in de ploeg te krijgen. En daar zullen we absoluut stap in moeten gaan maken. Dank u wel. Andries, dank u wel. Zijn er vragen vanuit de zaal? Geen vragen. Dan dank u voor uw komst. Maandag gaan de Beloften naar Rotterdam. Spelen bij Jong Feyenoord. En wij spelen op 16 december vrijdagavond om 8 uur thuis tegen RKC. Prettig weekend. Andries, succes. Goeie week. Dank je wel. Thank you.